Hallo. Wij hebben een videoboodschap voor alle Nijmegenaren. Ik wil alle Nijmegenaren een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijd. Ik ben buiten. Ik hoop dat jullie wel binnen blijven, want ik ben niet het goede voorbeeld op dit moment. Maar blijf allemaal gezond en misschien tot ziens. Ik wens alle mensen toe dat ze gezond zijn en dat ze elkaar vasthouden. Al is het niet letterlijk, maar dan gewoon in hun hart. En dat alles heel snel een goed einde vindt. Ik zeg aan alle mensen die in de zorg werken in Nijmegen heel veel sterkte en succes wensen de komende tijd. Ik wens echt iedereen het beste in deze tijd. En ik hoop dat je met alle kleine dingen nog steeds menselijk contact aan kan houden, zelfs op creatieve manieren. Zodat je niet per se eenzaam hoeft te voelen in deze tijd. Beste Nijmegenaren, zorg dat je in deze moeilijke tijd nog even de horeca blijft steunen. Lieve mensen, houd vol. Voor het weet is alles weer normaal. Ja, een bekende Nijmegenaar heeft al gezegd, Nijmegen is een lieve stad. En ik denk dat we lief zijn moeten zijn voor elkaar. We moeten het met elkaar doen, we moeten het samen doen. En als ik hier om me heen kijk, ik werk hier dan in de stad, zie ik dat iedereen zich daar heel fijn aan houdt. En nog even volhouden. En jongens, dan gaan we, hoop ik, nog een goede zomer in. Ik wil iedereen in Nijmegen ook alle gezondheid en heel veel liefs toewensen. Ook op afstand kunnen we heel lief zijn voor elkaar. Hou moed. Zoek niet in beperkingen van dingen die je niet kunt doen, maar zoek naar mogelijkheden om leuke nieuwe dingen te doen. Hallo Nijmegenaren, ik wil iedereen een hele fijne dag wensen. Blijf binnen, pas goed op elkaar en ga zondag heerlijk van het zonnetje genieten, maar houd afstand. Groetjes. Ik wens alle Nijmegenaren veel beterschap toe. Gezondheid natuurlijk. Hou nog even vol en dan kunnen we heel snel weer samen een biertje drinken op het terras of in de kroeg. Nou, voor alle mensen in Nijmegen, ik wens iedereen die het zwaar heeft veel sterkte en beterschap. Goede gezondheid. En ik hoop voor iedereen in Nijmegen dat we snel weer naar buiten kunnen. Ik wens iedereen heel veel gezondheid en vooral verdraagzaamheid. Dat we elkaar een beetje blijven verstaan in deze moeilijke tijd. Nou, ik wens alle Nijmegenaren veel sterkte toe in deze tijd. En laat jezelf vooral leiden door wat jij denkt dat goed is. En vergeet allemaal niet te sporten. Wat ik zou wensen aan de Nijmegenaren, blijf gezond. Blijf ook vooral naar het centrum gaan, de winkels ondersteunen. En wandelen in het centrum met enige afstand natuurlijk. En dat we vasthouden voor straks, dat we nu zo goed sociaal contact hebben en zo goed voor elkaar zorgen. Ik wens alle Nijmegenaren sportiviteit toe, veel gezondheid. Doe thuis je workout. Neem deze tijd om te besteden aan je studie. Blijf vooral gezond. Ik wens iedereen in Nijmegen goede gezondheid. En dat kan als we allemaal afstand van elkaar houden. Dank je wel. Ik wil graag alle Nijmegenaren gezondheid wensen. Vooral ook mentale gezondheid. Eenzaamheid is een lastig iets. Ik hoop dat het goed gaat met iedereen. En niet te vergeten, blijf allemaal gezond. Nieuws uit Nijmegen. Altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de oudste stad van Nederland.